om stoffelijke overschotten vanuit Nederland naar Suriname te transporteren, blijkt niet gemakkelijk te zijn. Cleopatra Jesserun, directeur van Volksgezondheid, zei dat bij de vorige repatriatievlucht er een verzoek is gedaan om 4 lijken mee te nemen naar Suriname. Dit verzoek is echter geweigerd. Jesserun zegt dat het bleek te gaan om 2 lijken van mensen die positief waren getest op het COVID-19-virus. Van de 2 andere lijken was het onduidelijk wat de doodsoorzaak waren. Jesserun wijst erop dat het ook niet duidelijk was hoe die lijken zijn afgehandeld. Maar de 2 andere lijken waren de doodsoorzaken te onduidelijk voor onze patholoog om een goede analyse te kunnen maken hoe er is omgegaan met deze lijken en wat de afhandeling was geweest. Het was toen kort dag, kort tijd om alle informatie van de mortuariums te krijgen uit Nederland, hoe de afhandeling precies plaats had gevonden, als het wel op de juiste manier was geweest. Verder hebben wij ook in de regio gekeken wat er in de regio wordt gedaan. En vele van de CARICOM, zowel Zuid-Amerikaanse landen, accepteren geen COVID-lijken in Suriname. Om een lichaam te kunnen brengen naar Suriname, moeten wij dus alle informatie, en nu met COVID, natuurlijk veel meer weten waaraan de persoon is overleden. Jesserun zegt verder dat er geen COVID-19 lijken naar Suriname zullen worden gebracht. De pathologen in Suriname en Volksgezondheid hebben andere verwachtingen als het hierop aankomt. Voor wat COVID-lijken betreft hebben wij in overleg met de patholoog in Suriname afgesproken dat wij crematie verwachten en dan zal het overblijfsel mag dan wel naar Suriname gebracht worden in de case van COVID. Maar daarnaast moeten we ook aan de hand van een protocol welke ik de patholoog heb gevraagd op te schrijven, kijken hoe we omgaan met andere lijken waarvan wij nog niet genoeg informatie hebben gehad. Cleopatra Jesserun, directeur van Volksgezondheid. Zij sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Jesserun zegt dat als mensen in het buitenland aan COVID-19 zijn overleden, zij daar gecremeerd kunnen worden, waarna de as naar de familie in Suriname kan worden gestuurd.